custom build is mooi. Dus als je het maakt voor u, specifiek voor u, het is mooi de dag dat je het hebt, maar een jaar later is het compleet verouderd. Dus we wilden eigenlijk een standaard pakket waar we continu updates van konden krijgen. Ons bedrijf De Wulf is actief in de aardappelsector. Wij zijn fullliner. We leveren van A tot Z producten voor alle professionele telers wereldwijd. We doen dat met een mooie club van mensen, een team van bijna 400 mensen. Alles samen leveren wij ongeveer 83 miljoen euro omzet, waarvan het merendeel export is. Onze grootste inspiratie om de configurator te maken zat eigenlijk in Winsum. We hebben in 2014 Midima overgenomen. En in Midima hadden ze reeds een configurator voor hun dealers. En daar hebben we wel gezien wat de configurator kan betekenen. Het elimineren van menselijke fouten, dat hebben we eigenlijk geleerd in Winsum. Nu heeft de dealer eigenlijk alles zelf in handen. Die gaat zelf zijn offertes maken. Die heeft onze interne verkoper in principe niet meer nodig. Die kan geen fouten maken, want alle constraints zitten erin. En je krijgt er natuurlijk iets heel moois bij. Die heeft ook een backend, een dealerportaal, waar je al zijn offertes mooi kan opvolgen. Al zijn bestelde machines zitten er mooi in, met de correcte prijzen, chassisnummers, alle info dat hij moet weten, kan hij nu terugvinden. Ascot is een salesmodel wat ervoor zorgt dat er eigenlijk continue verbeteringen in de software zijn, door de continue ontwikkelingen ook van Ascot. En aangezien het cloud-based is, zorgt dat er ook voor dat wij makkelijker kunnen integreren met onze softwares. Daarnaast is er ook de API-functionaliteit, die ook zeer goed gedocumenteerd is online, waardoor dat we ook zelf een beetje in het beheer komen van de integratie. Onze developers kunnen gewoon aan de slag met de juiste documentatie en de integratie komt eigenlijk vanzelf tot stand. Zeker in vergelijking met een custom-made configurator zorgt dat ervoor dat je veel makkelijker kan integreren met de bestaande softwares of andere softwares binnen het bedrijf. Is het flexibeler? Is meer scalable, om er maar een paar te noemen. En op die manier zijn we eigenlijk ook bestand tegen de snel groeiende IT-landschap tegenwoordig. En zo word je eigenlijk gewoon veel toekomstbestendiger met een SaaS-oplossing.